Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 24 mei 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er zoals gewoonlijk weer morsen en een SSTV-plaatje dat je kunt ontvangen met bijvoorbeeld MSSTV onder Windows. Dat draait ook onder Linux als je Wine gebruikt. En verder met de app Robot 36 op een Android en met CQSSTV onder iOS. Ik voeg aan het volgende onderwerp dit keer wat redactioneel commentaar toe, zoals ik af en toe doe bij onderwerpen waarbij dit nodig lijkt. Zoals gebruikelijk, heel laat na dato, is het verslag bekendgemaakt van het amateuroverleg. Niet heel serieus bedoeld hoor, maar als het foutloos typen van zo'n tekst zoveel tijd in beslag neemt, dan wil ondergetekende dat gerust zonder kosten overnemen. Maar vermoedelijk zal het daar wel niet om gaan. 9 weken duurde het dit keer voordat alle neuzen dezelfde kant uit stonden. En al die tijd is het besprokene voor de mensen die het betreft geheim gebleven. Het eerste onderwerp uit het AO dat ik noem gaat over de priorisering van de werkzaamheden zoals AT die doet. De hoogste prioriteit gaat naar registraties, vergunningen, vragen van individuele amateurs, internationale verzoeken, veel schrijvers traject, WOP-verzoeken en incidenten. Een intrigerende is voor mij daarbij dat veel schrijvers traject. De laatste prioriteit, nummer 8 in deze priorisering, heeft het onderwerp waar vermoedelijk de meeste mensen naar uitkijken, de mogelijke uitbreiding van het frequentiegebruik voor en amateurs. Op nummer 4 staat bijvoorbeeld het vrijgeven van de PA0-prefixen voor alle gebruikers en de AT-webpagina staat op nummer 6. Bij punt 8 over de uitbreiding voor en staat het volgende te lezen. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor N-amateurs in andere landen. Document 9302 met een overzicht van de mogelijkheden van N-amateurs in andere CEPT-landen is voorafgaand aan de vergadering verstrekt. Daarnaast is tijdens de WRC 15 informeel overlegd met andere landen over de mogelijkheid tot internationale harmonisatie van het frequentiegebruik door N-amateurs. Hiervoor bleek geen draagvlak. Hierdoor was het al bij het vorige AO het onderwerp toegespitst op 7 MHz. De verenigingen geven aan dat er dan nationaal gekeken kan worden. Er is bij AT momenteel echter geen capaciteit om verder te werken aan dit verzoek. Er is ook niet te voorzien wanneer er wel capaciteit is. Tijdens de vergadering is verder een uitgebreide discussie gevoerd over zowel N als F, variërend van de mogelijkheden tot de exameneisen en ook de verschillen daartussen. Wat tijdens de discussie naar voren kwam, is dat er door de jaren heen keer op keer verzoeken komen om uitbreiding van de mogelijkheid voor N-amateurs. Er blijkt geen referentiekader te zijn waaraan deze vraag kan worden getoetst, behalve misschien met het buitenland. Het lijkt tijd om eens fundamenteel te kijken naar de verschillen tussen N en F. Dit wordt bij prioriteit 8 toegevoegd. Al met al is dit voor veel mensen een vrij teleurstellende ontwikkeling. Wat hier overigens ook uit blijkt, is hoe minder er bij AT geklaagd wordt en gecorrespondeerd wordt door amateurs, hoe sneller men aan de 8e prioriteit toekomt. Immers, het afhandelen van dat soort klachten en verzoeken wordt met de hoogste prioriteit gedaan. En meer bandbreedte voor N met prioriteit 8. Een ander punt dat veel mensen zal interesseren zijn de ontwikkelingen rond 60 meter. De verenigingen geven aan dat zij graag de huidige 5350 tot 5450 kHz willen behouden. AT geeft echter aan dat in 2016 de band naar de 15 kHz zal gaan, zoals op de WRC besproken. Dat vindt ondergetekende inderdaad ook erg jammer. AT geeft aan dat 1 internationale klacht is ontvangen tegen de grotere toewijzing in Nederland en dat AT op het moment van het AO, zoals dat eerder ook aan Daily Minutes bevestigd werd, formeel nog geen beslissing genomen. Erg positief is verder de aanwezigheid van de afdeling toezicht bij het overleg. Dat is de afdeling die zeg maar het etherverkeer controleert, waar amateurs dus ook het meest direct mee te maken hebben. Toezicht maakt in het AO ook cijfers bekend van het optreden van AT en de sancties. Wat daaruit naar voren springt is dat in 2015 tweemaal de gele kaart succesvol is ingezet. Het verslag meldt dat een gele kaart niet alleen impact heeft bij de amateur in kwestie zelf, maar ook bij dienstomgeving. En dat is inderdaad heel duidelijk het geval. AT heeft verder in 2015 3 keer strafrechtelijk opgetreden tegen personen die zonder registratie van de amateurfrequenties gebruik maakten. Bij die personen is de apparatuur in beslag genomen en er is procesverbaal opgemaakt. Naar aanleiding van tips door recent amateurs heeft vorig jaar ook 4 keer een gesprek plaatsgevonden met amateurs van wie AT heeft kunnen constateren dat ze buiten de aan hen toegestane frequenties verbindingen maakten. Er volgde hierna een stichtelijk gesprek dat volgens AT in goede sfeer verliep en de afloop ervan was dat de betreffende personen zelf ook aangaven dat hun gedrag onwenselijk was. 3 vergunninghouders hebben verder hun repeater aantal of ongebruikt weer ingeleverd.
Dat is verplicht in gevolge de zogenaamde uitrolverplichting als je verder niets met de repeatervergunning doet. Verder was er een repeater actief voordat of zonder dat er een vergunning voor de repeater aanwezig was. AT heeft er verder bij een bakenzender voor gezorgd dat twee toepassingen in dezelfde band konden samenwerken. Bij het amateuroverleg kwam ook het verbod op crossbanden en full duplex in een deel van de 50 MHz band en in de 70 MHz band aan de orde. Deze regel is er gekomen doordat de primaire gebruiker bevreesd was bij lange uitzendingen tijdens zo'n duplex-QSO de amateur zelf niet te kunnen bereiken. Het betreft hier een principe kwestie. Een dergelijk verbod kan volgens de amateurverenigingen namelijk niet opgelegd worden, omdat de voorwaarden voor de registratie alleen over zenden gaan en niet over ontvangen. Op zich juist, maar de vraag is hoeveel amateurs hier echt last van hebben. Ik weet een klein beetje waarover ik spreek. Ik heb 4 jaar lang een ronde op 50 MHz geleid, waarbij we en amateurs op 2 meter via een full duplex verbinding lieten deelnemen. Omdat die full duplex mogelijkheid bestond, zaten we op een frequentie lager dan 50.450 MHz, waar dat wel toegestaan is. Op 70 MHz is die mogelijkheid er niet, maar in ons geval zou een half duplex verbinding ook gewoon gekund hebben. Wat verder erg opvalt bij dit verslag van het AO is dat behouders in de zijlijn verder niet over repeaters gesproken lijkt te zijn of over het eerder aangekondigde nieuwe ATOF-beleid. Waarschijnlijk heeft dit onderwerp stiekem prioriteit 9 gekregen. In aflevering 20 over antennes kom ik nog heel even terug op het storingvrijmaken van antennes. In mindere mate dan de kleine magnetische loop bieden ook antennes als een quad of een delta loop enige bescherming tegen storing. Dit soort antennes hebben net als de magnetische loop ook nog een eigenschap die veel andere antennes niet hebben. De delta loop en de quad zijn ook nog eens een stuk ongevoeliger dan andere antennetypen voor objecten en andere antennes in hun directe nabijheid. Zoals eerder al gezegd geven dit soort antennes ook iets meer versterking ten opzichte van bijvoorbeeld een dipool. Die antennewinst is echter vrij gering. In aflevering 20 gaan we verder in op rondstraalantennes met een hoge versterking. Met name de multiband sprietantennes die we tegenwoordig vaak zien. Je ziet dat de antennes met een relatief grote versterking ook redelijk gevoelig zijn voor wind. Dergelijke antennes zijn meestal collineaire antennesamenstellingen. Gewoonlijk gaat het om meerdere halve golfantennes die boven elkaar geplaatst zijn. Om ervoor te zorgen dat de velden elkaar versterken, zitten er stubjes in een of andere vorm tussen de halve golven. De frequentiegolven moeten tenslotte weten waar de ene antenne ophoudt en waar de andere begint, zeg maar. Een verticale halve golf, of dat nou een dipool is of een eindgevoerde antenne, straalt rondom richting horizon. Je kunt het veld van zo'n antenne zien als een soort donut met een verticale spriet in het midden. Zo'n collineair maakt de donut simpelweg platter. Door dat plat slaan bestrijkt hij ook een grotere cirkel en komt er verder. Nadeel van dergelijke dunne antennes die kunnen zwiepen, is dat als de antenne onder een hoek staat, het veld van de hogere antennes steeds in hogere maat het veld van de lage antennes niet meer versterken. Als door heel ver doorzwiepen de bovenste halve golf bijna horizontaal straalt, dan straalt dit gedeelte het grootste deel van zijn energie richting grond of de ruimte in. Bij een beetje wind halen deze antennes niet alleen die hoge versterking niet meer, de versterking is in een aantal gevallen zelfs kleiner dan van een korte antenne. Kan het ook anders? Ja hoor, kijk maar naar de FM-piraten met hun dipooltjes zijwaarts aan de mast. Die buigen niet door. Dan moet ik er wel wat bij vertellen, want het geschikt maken voor meerdere banden van een dergelijke constructie met losse dipooltjes, dat is wel weer een stuk ingewikkelder dan bij een sprietantenne. FM-piraten en omroepstations hebben het maar gemakkelijk, die zitten altijd op dezelfde frequentie. Ja, nu ik erover nadenk, weet ik ook best veel amateurs die bijna altijd op dezelfde frequentie zitten, maar dat terzijde. Ten slotte, bijna iedereen kent wel het antenneboek van Roodhammel. Tegenwoordig is dat standaardwerk in het Duits flink herschreven en aangevuld. Het oorspronkelijke werk is echter gepubliceerd in de DDR. En voor de val van de muur in 1990 kende men in het Oostblok geen auteursrecht. Om die reden mag je die oude versies van Roodhammel gewoon op internet verspreiden. En als je een beetje goed zoekt, dan kom je dit boek gescand en in PDF-vorm ook op verschillende plekken tegen. Nadeel is dat je zo'n gescande PDF van het boek niet even snel met je computer kunt doorzoeken. Puur voor mezelf heb ik een jaar of wat geleden via OCR een versie van dat boek gemaakt waarin de letters gewoon letters zijn. Via de zoekfunctie met een PDF-programma kun je het boek daarmee dus gewoon heel snel doorzoeken. Die versie van Roodhammel kun je al een tijdje downloaden via pnlete.nl. Momenteel heb ik het linkje daarvan weer op de voorpagina geplaatst. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde op XRF 088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde mee luisteren en terugluisteren via de website van Frans, PD4 Fox Mike Juliet. De website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30.